de koers naar de top van het hutfietsen. Het is het haatthema van een nieuwe Friese dramaserie. Om tafel haatrolspeler Romke Gabe Draaier. En we hebben de bientuin leeg van het laatst om tafel. Uw eigen tunker Aad Ozenbrug. Dit is Bient op de dag dat Piet Paulusma misschien winterversissing komt. Een Engels waarbureau denkt dat we de strengste winter in meer dan 50 jaar krijgen. En dat shot er dan sa uit. En nu Arend Algra uit het hoge noorden uit Leeuwarden. De toestand in de zuidwesthoek van Friesland was vanmorgen nog allerminst rooskleurig. Op sommige punten heeft de sneeuw een hoogte bereikt van meer dan 2 meter. Hier en daar zitten er zelfs enkele auto's onder het sneeuwdek verscholen, zonder dat ze vanaf de weg nog zijn waar te nemen. Verschillende kerkdiensten in de Friese zuidwesthoek konden gisteren geen doorgang vinden, omdat de gemeenteleden het kerkgebouw niet konden bereiken. Alleen de kerkdienst in de Rooms-Katholieke kapel in het plaatsje Warns kon wel worden gehouden. De pastoor uit Leeuwarden, die de dienst leidde, had daarvoor echter een voettocht van 12 kilometer in dichte sneeuw en barre kou vanaf het station in Koudum moeten afleggen. Dit was Leeuwarden, terug naar de studio in Hilversum. Ja, en nu zit Piet Paulus in de studio gewoon in Leeuwarden. Ja, dit is eigenlijk de voorspelling, de versissing van het Engelse bureau Exact Weather. Ja. Nou, dat zijn ze volgens mij al ergens in september. Ja. Dat liet me wel wat betier, toch? Ja, nou ja, het kind had zij denken dat dat wordt, dan kunnen ze dat vertellen. Ja, maar wat is nou eigenlijk een redelijke termijn? Van, hoe vier in het voor zo'n je zeze kinderen van, nou, dit verwacht ik? Ik maak je altijd in september, oktober de eerste voorlopige winterverwachting op. En dan kom ik altijd in 1 november. Of op de 1e december, omdat de meteorologische winter dan begint, maar de winterverspelling voor de komende 3 mannen. Ja, ben je een beetje nieuwsgierig, jongens? Wat voor winter? Heeft dat de reden al in het vetste in? Ja. Nou, even kijken ze er al hartstikke uit, ja. Oh, ja? Ja? Ja. Dan hoest nou net van, man, het rooint blauw wetter bewijs. Ja, maar het komt al. Ik ben wel aardbest een beetje benijd wat voor winter we krijgen. 50% kans, hè? Op. Zinneskie. Kort of warm. Kort of warm. Ja, ik vind het een beetje goed kijken, vind ik dat. Ja, dat is jammer, ja. Hè? Jammer, hè? Zo maten we net, hè? Nee, daar heb je bewust nooit meer concept. Hé, hey, maar van, laten we even zien naar die versissing van vorig jaar. Ja. Ik denk dat wij deze winter nog wel op rijdens komen. En ik denk dat wij een aantal snierdagen krijgen met een snierdek. Dus het wordt wel eens ouderwets wiet. Ik denk dat vooral in februari is plak financieel. Dus we krijgen snieën. En het wordt koud, vooral in februari. Ja. Ja, we hebben net op Redenstein kind, Piet. Nee, ik krijg net. Maar nee. In februari wilden een 14 dagen maar vroegstand. We hebben ik sneeuwhand, dus ik wietest in de provincie en dat wie de hier en daarvoor net zijn. Maar neemt het een enorm risico? Ja, want het afbreukrisico is heel groot. Ja, maar dat weet je als je zo'n verzezing opmaakt. En als nou juist maar waarom doet dat dan? Ik bedoel, ik denk gewoon wacht je en dan gewoon het weekend en dan verspelt gewoon het waar van manje. Maar als nou juist, hè? Heel soort collega's komen mooie winterversissingen. Het KNMI, hoe het algemeen ik, maar die komen dan Sinterklaas tonen wel in december. Maar ja, dan is het streemingspatroon al zo duidelijk. En er zijn computermodellen door het, er zijn meteorologen die door het, heel soort meteorologen die in. En het is gewoon te worden bij mij. Dus je matte ik wel mooi. Nou, nee, het is het nou. Is hip. Het is gewoon hartstikke hip. Nee, want je wil wel graag dat het komt. En ik maak die zeggen dat vriendenwinter het wat betreft februari uitkwam, dat doe een koudere periode weer. We hebben vriendenwinter, we hebben net op Rijdenstein. En dat weer, ik wel, dat vond ik net zo aardig. Nee, maar hoe komt het nou dan? Want ik ben nou wel heel nieuwsgierig van ze staan gewoon. Nou, we zitten natuurlijk met de opwarming van hier. Laten we dat even voorop stellen. Dus de kans op koude winters wordt steeds lietser. He, kom eens op een Alvesteertocht. Van nou, deze winter ben Jochen hier nog 1 of 2 keer een Alvesteertocht. Ik denk dat er nog wel in zit. Maar dan, deze winter, wat kan je? Nou, deze winter. Heb ik het net over een Alvesteertocht, over de winter. Deze, ik denk dat december, ben ik vanuit gegaan dat die wat wisselvallig is, meer green. Misschien in het tweede pad van december is een winterse, een steertje winter of een paar dagen, maar wat winter zwaar. Ik denk dat januari of februari, en dat is natuurlijk gewoon ik al sa, maar dat januari of februari toch wel 1 of 2 langere perioden elkaar waarbrengen. Maar het is dan wel een winter, volgens mij, die van het ene op het andere moment gewoon omslaat. Ja, ja. Maar goed, we krijgen geen witte christ, het wordt meer een stwarmige christ. Nee, dat zeg ik. Ik ben net onder christ staan, dat is mijn eerste. En dat is al december. Het was echt kort in januari en februari. Ik denk dat een koude periode, 1 of 2 koude en langere koude perioden,
plak vinden zullen in of beide man of alleen nog maar die in. En dat is een beetje zwieren mond, ja, want ik denk dat wij waar die daar de meeste kans op maken. Maar dat wij bol, dit hier wel op redens komen. Okay. Ik denk dat het van het ene op het andere moment eens even omslaat. Nou, daar hoor ik die echt hoor. Een lastige winter. Een? Lastige winter. Een lastige winter. Ja, mensen houden, ik weet ze vallen, maar ik voel lastig, voel ik wel mooi wit. Want het is lastig voor voor het verkeer. Het is lastig vanwege de wisselvalligheid, het soms kwakkelende karakter. En het is lastig om te matchen. Ja, maar goed, echt kort, echt de hele korte winters hebben we eigenlijk net meer. Het vanzelfs ook alles te krijgen met het klimaat. En dat is vanzelfs ook het thema op de klimaattop in Parijs. Ja. Want die is goed begonnen. Staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld zijn bijeen in de Franse hoofdstad. De landen proberen in Parijs afspraken te maken om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Tussendoor praten de wereldleiders ook over de aanpak van terreurgroep IS. Ja, want zaakkundigen zeggen ze echt van het klimaat. Het is echt code oranje. Maak eens toch die zwaar aan over het klimaat? Ik weet eigenlijk niet wat ik denk, maar jongen, ik denk dat het klimaat al dit veroor is. Maar ja, code oranje, ik bedoel, ja, dat zeggen ze net voor niks. Daar ben ik helemaal klaar mee, jongen. Vroeger in de zandige regen, toen waren de toeren in Leeuwen, de Bonifatiestoeren, die stutsen streed door. En toen gingen we gewoon naar squal en daar zei de hoofdmeester een beetje van, je moet een beetje om denken, jongens, want dan waaien we wat pan vandaag al. Want hier heb ik geen code oranje, ik ben helemaal klaar mee, met die flauwekul. Je kan toch zelf zien wat voor waarde boeten is. Ja. Je moet ik een beetje zelf nadenken, of niet? Dat is altijd belangrijk. Maar het klimaat, ja, het zelf verhoren, ja. Maak eens toch die zwaar? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar misschien is dat net heel goed tocht. Ja? Maar ergens zit er volgens mij een soort van overhyping in of zo. Maar ik weet net dat dat zo is. Ja? Nee. Maar er wordt wel heel erg op, altijd nieuw praten. Zo. En ik weet net zo goed wat ik ervan denken moet. Want er wordt zo vol hoe zijn. Het is een gespreksonderwerp, noem maar in. Even mij, hè? Ja. Het waar. Maar matten wij u eigenlijk zwaar gemaakt, Piet? Ik denk het wel. Als de opwarming terugzet, zat hij nog is. Dan zou je in 2100 een verheging van de zeespiegel krijgen. Bin berekeningen, hè? Maximaal 84 centimeter. Als dat bad heeft de versilting ontielt. Toen wennen ze trouwens in een risicogebied dan, in Haas? Ja, bij Wennenstel. In Leeuwarden? Ik een risicogebied. Oh. Ik zit door. Ja? In Donkerbroek? Ik krijg een oorlogstijger. Ja, maar ik bedoelde maar steeds we merken elk jaar weer, en zo'n 90 geleden is heel, heel bot. Dat het opwarm is. En zie maar eens naar de statistiek van 1901 maar nou. Dan zie je 1990, de zo'n warmste simmers vallen 1990. De warmste winters vallen 1990. De extremen. Deze mannen 5-6 warmterecords. Ik de nacht nog niet eens maar rekenen. Dus het debat van alles. Het is vol extreme. Toen ik begon met waren hier 30 mm. Nu is het 100 mm wat er in de bui valt. Top, dan kom ik veel heger om de opwarming. Dus er is wat aan de hand. Je kunt discussiëren of het van hen ik van kwam of net. Maar wat we nou weten, en wat we weten van het verdienen, is dat het net zo hard gaat als gong als nou. Ja, het is wel een mooi gezicht als de opwarming van hier. Van daar is de kleervader, Aad, daar is een t-shirt aan. Ja. En daar denkt van, we toch een hele korte winter, want ik gooi gewoon de sjaal op. Ja, ik zou eerst de winterjas om dan. Ik denk, dan hebben we de winter. Maar... Oké. Okay. Mooi, dan praten we trouwens verder over de klimaattop. En dan zit hier klimatoloog Pier Vellinga aan tafel. Het zit maar in je paspoort steen. Bette hier njoggetje 115 en dus de 100 hier hella. Het gebeurt hield niet meer vriezen en we zie je deze weken fjouwer krasse knarren op. Maar iets wat oors, want het tuinseizoen is zowadien en daarom voor de laatste keer hier aan tafel Aad Ozenbrug. Aad, wat is deze weken dien? Maar Us Miranda. Wie heeft hem te wekken west en te inmeidsen? Te wekken west. De laatste restjes in de tuin. Speel mij een plakje eraan of een bultje erop of weet ik veel wat. Wat leidt er nog een soort dan? Soort ja, spul in er de zit tuin? Nou wel wat in de tuin, hè, was het oors voortgoois, maar daar kan je altijd nog leuke dingen mee doen. Onder andere een meidje. Ja, maar dat is zunig. Dat bewaart ik alles. Ik ben een zunig, ja. Maar dat hebben we dingen. Oké, okay, en waar wie dat? Dat wie in Jouren, bij Janet en Tine. Die gaan een bedrijfje daarin en die doen wat cursus op dat gebied. En dat wil we eens keren om daar even heen. Oké, okay, het is razend populair. Heb ik we kunnen even zien hoe het gien is. Wat lees je nog een soort parren? Ja, die mogen we maar in opbrommen. Ja, want het seizoen is dien, hè? Dus je hebt niks meer om de tuin nou. Dat is nog gebeurd. Al die restjes van de tuin, ja, dat zal lang is het spel net bewaren. Dus dat gaat voort, denk ik. Nou, daar weet ik wel op. Oké. Okay.
Dus waar zitten we er dan maar heen, Aad? Wie gaan naar de Jouwer, naar Tine en Jeanette. Die kunnen dus alles vertellen over inmeidje en wekken en wat we met de restjes kennen. We gaan wat parkers mee dan. Wat kennen we ermee? Want die ben wel droog aan het skillen, maar... Ja, de kist doet griezelige soort met parren. De kist is natuurlijk simpel bij sieren en eten. En de kist natuurlijk ook in wekken en inmaatje. De kist is stoopparrenchamp van maatje. Dat weet heel veel mensen ook net. Maar de kist van de meeste dingen kist doet griezelig wat sam maatje. Ja. Want dat is je specialiteit, hè? Eigenlijk. Speel inmaatje ja. En... Ging jou in cursussen? Bij jouw cursussen, wekken en inmaatje. En daar leren we meestal bijvoorbeeld hoe ze stoofparen in een wekfles bewaren je kerst. Heel lekker op lichte siroop, maar een liet beetje zoeker. En maar lekkere kroeden die zelf aangenaam vindt om te eten. Wij doen dat al heel lang, maar ze zoetjes aan. Minder hield iets meer mensen die het maar hun eigen groentes en fruit om te verbouwen gaan. En die vregen hun dan toch al van hoe kunnen we dat langer bewaren en hoe kunnen we dat lekker kleermaatje. En waar heb ik nog bieten mooi? Wat zou je daar mooi kennen? Nou, wat kun je hem dan mooi, lekker zo zeggen? Ja. Ken hun het mooi van, hè? Ja. Ja, wie maakt er net de volle werk van? Even sieren, maar een beetje zout. Het is natuurlijk heel eenvoudig. Martine, die heeft er bijvoorbeeld sap van maken. De hele lietskes, die kist er zeker in, maatje. Ja. He, want die werden heel vaak voortsmitten. Nou, dat is even boerderbienen, sieren en dan in zoet-zuur. Dus een beetje suiker en jettik en even in maatje. En ja. Meestal kunnen dus volle meer zelfverschillend wezen dan wat ze denken. Dit had Tine maar voor heel lekker kleren maken, die bietensap. Ik ga die restjes ook gewoon voortsmieten, denk ik. Dat is Jos, maar toen zit nog vol, hè, met restjes. Ik heb nog van alles van mij. Ja, zo komen wij de winter wel terug. Dat dacht ik wel. We gaan een peken naar de Jouwer op een fiets. Nou, als ik het nou goed begreep, dan kun je dus eigenlijk alles inwekken en dan kun je de hele winter bewaren. Je kunt haast alles kleren, meisje, ja, inwekken. De gekste dingen. Wat net? Ja, wat net. Ja, noem eens wat. Sneeuwballen. Sneeuwballen, net. Nee, maar er zit er vanzelfs een heel soort op de tafel. Ja. Wat is dit alweer? Nou, dit is heel oud. Dit ben bijvoorbeeld druiven. Hoe oud is het? Snijbeen, dit is van 1958. Jongetje 58? Het is te eten, maar het is net lekker meer. Maar je kunt erop overleven, wat maar. Maar ik wil maar één oor aan, je kunt het heel lang bewaren. En dat was wel een heel erg honger, hè? Ja, ja, het is net lekker meer. Maar ze kijkt een hele harde wind, dus ik net meer te drinken. Wat is dit? Dit zijn asperges, snijbeen en er staat nog ein bij. Dat is van krek naar de oorlog. Die ein? Ja. Pak die dan eens, die ein. Maar kun je dat nou eten? Dit kun je nou eten, maar het is net lekker meer. En wat is dat witte dan? Dat is vet. Dat is vet? Ja. U de einwijs. Ja. Maar ze kent dus eigenlijk alles kent bewaren. Wat is dit zo dan? Asperges. Maar het heeft een rare kleur. Ja, maar het wordt ouder. Als we ouder worden, krijgen we ook een andere kleur. Maar van, het is, ik dacht, het is eigenlijk... Want het is heel iets meer dieren, hè? Heel iets populair. Het komt heel meer... Ja, komt een product in de moren nou. En mensen die zien het nuttig van in... Je hebt puur spullen uit je eigen tuin. Zet je een rommel erheen. Want dit is eigenlijk wat u Spaak en Beppe vroeger al die dieren. Ja, die dieren dat vroeger. Ik weet helemaal. Zou je met mij? Ja? Ja? Ja, maar ik dacht het is ouderwets. En bientjes en weet ik veel wat. Maar ik dacht het is ouderwets, maar ook dat is hier. De kelder vol van de winter. Hier een kelder. Ja. Hoe lang kan je het bewaren je dan? Als de dissen die ben dus van allemaal oorlog in, het waren wereldoorlog, dus ja, dat kan je wel uitreiken. En tot wanneer is het nog lekker dan? Nou ja, hoe ouder het wordt, dan je de smaak er houden. Maar als het elke keer op meisje, dan is het lekkerst. Oké. Okay, ja. Okay. Daar haast het ik voor. Nou Aad, ik ben weer hartstikke nieuwsgierig. Ja. Dankjewel. Dit is de allerlaatste keer, dan sta je hier aan tafel, Sirist. Voel je leuk? Hartstikke mooi om te maken. Gelukkig. Ja. Gelukkig. Nou, ik vond het echt heel interessant en eerlijk is eerlijk, want die visie heeft altijd een heel soort respect voor de natuur. Ja. En eerlijk is eerlijk, ik had echt meer respect voor de natuur. Nou, dat is mooi om te jaren. Toch? Dus. Zo is dat. Dank. Ze had van alles mee maken. Twee vrootoorlogen, de eerste mensen op de mannen. En de opkomst van de digitale vrood, de 100-plussers. Win je jet iets, oud, had je de 90 helm. You today is 100 woorden geen uitzondering. En het zit er dik in dat jou en ik vanzelfs ook de 100 helje. Deze week inbiedt portretten van Fjouwer 100-plussers. Ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb een hele mooie tijd gehad. One small step per man, one giant leap per mankind. Sjoeje,
op tegen de deur. Nee. Nee. iPhone. Osama bin Laden is dead. Ik hoor nog wel veel langer, maar ja, je weet het net nog. Ik ben bij Pieter Kuiper. Hij wennet zelfstandig op het Jereveen in een serviceflat. Voelt u zich ook 102? Gelukkig niet. Alleen, ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb een hele mooie tijd gehad. Ook veel narigheid natuurlijk, daar ontkom je niet aan. In een mensenleven? Ja, dat is nu eenmaal zo. Maar als ik het vergelijk met andere mensen, dan mag ik toch niet klagen. Dan heb ik een hele mooie tijd gehad. Amerikaanse bedrijven. Hij had Kwadlien nog een tablet kocht. Volgde de debatten in de Tweede Kamer, het Nijs op televisie. Hij komt de tijd dus wel terug. Maar wat er zo mist is een goed peteer. Aan mij ook ze graag vertellen hoe zijn werk. Ik al eerder langer mijn pensioen dan dat er werken had. Hij kan oeren praten hoe zijn werk bij de PTT, bij Philips. Er werden bijvoorbeeld in die ene zaal grammofoonplaten gedraaid. En dat werd dan uitgezonden. Stond er een zender op de Herengracht. En op Duivendrecht. Sakini letterlijk oeren vertellen. Een bakje koffie helpt er alle maaskoffen in de maatschappelijke rondte. Gezellig, maar echte goeie gesprekken had hij hier net. Ja, die chocoladekoekjes zijn wel lekker, maar ik ben bang dat je daar te horen aan de dieren komt. Mensen, prettige voortzetting. Ja, Pieter, succes vandaag. Waar zul je dan nog naar uit? Laat ik dit zeggen. Je hecht niet veel meer aan het leven. Te meer omdat je eigenlijk ziet hoeveel ellende er op het ogenblik is. En dat wordt steeds erger. Maar wat mij wel in leven houdt, en ik heb zo'n idee dat mijn zoon dat ten opzichte van mij heeft, omdat ik al zo oud ben, die denkt, hoe lang zal die oude dat nog volhouden? En ik heb het omdat ik weet wat voor een operatie mijn zoon gehad heeft. Ik bel hem elke dag. En Pieter, hoe gaat het ermee? Dat telefoontje alle dagen weer, zucht er daar naar uit. Ja, Pieter, met je vader. Heb jij nog wat vandaag? Hij is fit, had altijd turnen. Nee, ja. Te, zei er, want dat goed is net zo. Goed. Twee keer brutst ze zijn nekken. Doet er al in de njontig weer. Wonder, boppe, wonder, houdt er de neet onder. En nu kijk ik mijn hoofd alles bewegen. Maar Kruisinga, die huisarts, die zegt, nou, ik had het niet van jou gedacht. Ik had gedacht dat je het afgelopen zou zijn. En het is nu, de laatste keer een jaar of 4 geleden. Zo. Ja, en morgen deel 12. Heel wat ons nou, want hoe het maar wijzen om de top te hellen? Dat is de vraag die beantwoorden wordt in De Koers, de nieuwe dramaserie van Omroep Friesland. Morgen gaat de serie over het fietsers in première in de Lawaai. Hop, hop, doe maar. Ik denk dat ze nu een winnen is. Is dit alles, jongen? Die hebben dat ik weer, ik denk. Wat? Kak! Hij doop het. 100 meter en dat is troer in, hè? Het is topsport, ja? Zie je? Nou was het chillen. Wacht nou, jongen! Ja! Eerst winnen. Die dream weer, maatje. Proef het op, ja. Dat was het. De Koers van 1 december online. Ja, dat is de trailer. Intussen hebben we ook heerlijke stoopparen gekregen. Heerlijke aard. Het is echt super. Hartstikke zwiert. Romke Gabe, lekker, hè? Ja, heerlijk, ja. Ik ben vol. Kijk goed op fiets. Kijk goed op fietsen, ja. Hé, daar speelt dus de haatrol in de koers. Sieger, ben je zelf eigenlijk een hutfietser? Nou, meer een vertierfietser. Een vertierfietser? Ja, naar de Alfsterretocht fiets ik dan wel. Of heb ik nou 4 keer gefietst? Sorry? De Alfsterretocht. Ja, maar ik bedoel 4 keer? Ja, 5 keer, ja. Oké. Okay. Dat toch? Dan ben je toch wel een fietser. Dan ben je een fietser. Ja, ben je een echte fietser. Nou, dan ben ik een fietser. Maar dat skeert die benen net, zeg maar. Nou, ik ben blij dat ik me hier weer weer omhelp in Fortnite eigenlijk. Maar voor de serie moest het er al, ja. Ja, maar is het, had je het net zo volle dag? Of ja, we kwamen kreeg tot de conclusie dat het een behoorlijke fietser is. Maar kies je dan ook goed inleven in die rol?
Nou ja, qua fietsen moest ik me wel inlezen, want ik wist net zo vol hoe de hutfietserij. Maar Bart Kingma, de scrower, en Halbe Pieter, de regisseur, die hebben hier wel filmpjes en documentaires vastgekoteld, zeg maar, van nou, die moest tjen, en dan begreep ze het misschien ook wat beter. En dus zag ik me wat in proberen te leven. En vooral, Sigrid is vooral heel gedreven, zeg maar, als je een ding bezig. En dat herken ik wel vanuit mezelf, zeg maar. Ja, want dat is natuurlijk net een onbekende. Hè? Dat is ook wel volle vaker spelen op het toneel. Maar ik in een verskate televisieserie, ja. Laten we even zien. Hoe maakt dat met dieren dan? Ja, ik ken het doen of zo. Ja, maar doe wij toch ik net? Waar ga je met doen? Paradise, spelen Johannes. Ja, bedoel gewoon net. Oké? Okay? Hey, wanneer zoen wij Kaveri naar Denver? Lietske, wat fucking stil nog. Stil. Wat jongen, hey, pakken we hier. Hé, Lietske! Lietske, kom op aan nou! Nou, stil! Ja, hield hij het vaker door, dus nou ik televisiewerk. Ja. Is er eigenlijk een groot verschil tussen? Tussen theater en televisie, ja. Wat is het grootste verschil? Als je in theater maakt, is het in oorloeren een voorstelling, zeg maar. Dus maakt het in een lange lijn, west conflict die nu te spelen is. En, ja, dan maakt het in een lange lijn. In mijn film is het ja, dus elke dag dus een stikje, zeg maar. En soms dus scène in en soms dus weer... Tien groen. Ja, tien groen. Dus we scène in, ik dus er nog een stikje van, helemaal aan het einde van de draaidag. Dus daar zit een verschil in. En ik nog een verschil is natuurlijk het spelen. Want in mijn theater moest ik de achterste riegen berikken. Het klinkt als een soort van cliché, maar ja, het was zo. En qua mimiek en bij film is het moest volle luier spelen, zeg maar. Luier, gewoon, ja. Want alles wordt toch wel geregistreerd op de camera. Ja, zeg maar, de liefste mimiek. Ja, dus mijn theater, als het dan boos is, dan kies je nog meer. Kies wat extra fronsen bijvoorbeeld of iets. Of een 6,5 luidere stem op. En mijn film, kies het gewoon vrij liedje en kies het alleen nog al tinken, zeg maar. Ja. Morgen is dus de première in de lawaai. Maar wij mooi nou al wat liedse fragmentjes zien litten. Doen we nou ook eventjes. Ah, spannend. Ja, hier stel het al weer om, Sjoen. Nee. Ik ken helemaal net volle Sjoen. Dus het is voor mij een grote verrassing eigenlijk. Ja, want hoe is het dan om dit op te nemen? Ja, heel leuk. Ja, want wat Jim net zegt, maar wat ik wil weten is hoe het maken is. Dus we werken met karren. En op een gegeven moment zit Jeppe bijvoorbeeld op de karren. En nou, die riet dan 50 kilometer. En ik moet het dan proberen om de nest fietsen te blowen. Jeppe is die concurrent? Ja, Jeppe is de concurrent. Met de grote concurrent van Sieger. Die eigenlijk nog een streepje voor Sieger zit, zeg maar. Ja, ja. Want het gaat ook over het gebruik van doping. Ja. In de amateursport. Maar volgens toch nou ik, of just nou ik, mijn oren eigen Bigelix naar de Tour de France. Die takken hier in juli weer van staat, Jit. Ja, nee. Het leek het krekel is het een beetje een onderdeel worden, hè, van de wielersport of zo. Doping. Ja, ja. Nou ja, hoe kun je eigenlijk het beste doping nemen? En dat is net ontdutsen wust. En daar zit ik wel een beetje in de koers eigenlijk van ja, hoe egoïstisch of hoe kwiek best om ertussen te komen en wat voor naai spul is er op een markt wat brukenkist wat werd nog net gecontroleerd op wordt of zo. Dus ja. Het is haast een naai onderdeel en net dat ik het goedkeur of zo, maar het is wel een soort van spanningsonderdeel extra erbij van ja, bewust pakt of net. Maar zit het je in de Tour nou, mijn oren eigen? Ja. Want ik koer de wielersport ik nog net zo goed voor de koers, zeg maar. Dus ik vind het nou wel leuk om naar de Tour te zien. Eerst ik helemaal niks mooi. Maar ik vind nou, het is echt een titanenstrijd tussen elkaar, wat eigenlijk heel vet is. Ja, hartstikke leuk. Morgen dus de première van de koers in de Lawaai. En van morgen ook op YouTube te zien. En in januari dan op televisie. Klopt het, hè? Heren, tige dank voor je komst. En ons Safir, van nou nog een hele gezellige jong. Dag. Morning, Beat. Ja, dat weet ik eigenlijk net.
Dat is nog net bekend. Dat is een soort van verrassing. Een surprise, zeg maar. Ja. Oké, okay. Gezellig. Hey. Proost. Proost.